Bonjour allemaal, we zijn bijna een week onderweg en we gaan vandaag een hele mooie etappe rijden. We rijden door de Pyreneeën over de klassieke cols Aspin en Tourmalet uiteindelijk naar Courtrai. Achter mij worden de motoren allemaal nog weer een keer getest, schoongemaakt, etc. Het is een belangrijke dag vandaag in de Tour. Onze Bijbel. Het routeboek waar de start dagelijks in staat. Het routeprofiel. Het tijdschema. En uiteindelijk de grafieken van het beklimmen bergen. Ben je klaar voor, Kim? Zeker en vast. Ja, wat maakt nou voor jou een bergetappe lastiger dan een gewone etappe? Goh, misschien wel de toeschouwers. Want die schuiven niet altijd voor ons. Maar de berg op zich is voor ons geen probleem. Hè. En we hebben altijd goede benen in heel veel. Ja, 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 dat is wel. Ja. Jij geeft gewoon het gas bij. In de afdaling? Afdaling, oké. Tourmalet, die gaat sneller. Die gaat zeer snel. Maar we zijn er klaar voor. Hè? Gaan we de 100 halen vandaag? Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Koninginnenrit door de Pyreneeën. Renners, ploegleiders, volgers, iedereen druppelt binnen in Courtrai Cambasque. De Pyreneeën zitten er alweer op voor dit jaar. Heb je een beetje vermaakt, Kim? Topdag. Meneer Kim is mijn motaar, mocht u dat nog niet hebben meegekregen. Wat was nou onze maximum snelheid in die afdaling van de Tourmalet, weet je het nog? Niet echt opgelet, maar ik denk toch 105, zoiets, 106. Ja, we gingen over de 101. Ik heb het geprobeerd te filmen, maar ik weet niet of dat er goed op stond. Maar we zijn in ieder geval over de 100 heen gegaan. We hebben ons kostelijk vermaakt in de Pyreneeën. We gaan verder met wat vlakkere ritten richting Bordeaux. Ik geloof dat we ons regenjak aan moeten gaan trekken, want het begint te druppelen. Ja, inderdaad. De koers is in ieder geval klaar, die zijn droog binnen. En de Pyreneeën waren fantastisch. Waar zit die micro? Hier toch? Hè? Ja. Hij was al aan het opnemen. Ja, ik zie het.